Arjen, hoe lekker is het om zo'n wedstrijd te spelen tegen zo'n tegenstander? Nou ja, het is lekker. Ik denk dat het voor iedereen lekker is. Leuk voor het publiek. 6 goals maken, dat is altijd lekker voor het vertrouwen. Maar goed, je moet er niet te veel van maken, want je speelt wel tegen een zwakke ploeg. Ja, hoe zwak waren ze? Ja, ze waren niet best. Daar moet je heel eerlijk in zijn. Maar goed, ik denk dat het dan juist goed is dat je de discipline opbrengt om wel heel geconcentreerd te voetballen. Ik denk dat bij Vlagen dat je wel een paar hele snelle aanvallen ertussen hebt zitten. Dat is dan wel goed, ja. Dat is dan kwaliteit, ook al speel je tegen mindere tegenstander. Moet je dat zo zien? Ja, denk ik wel. Ja. Omdat je, ondanks dat het gewoon geen goede tegenstander was, staan ze natuurlijk wel met z'n allen in de 16 staan ze heel gegroepeerd allemaal. Dan moet je af en toe een creatieve oplossing vinden. En die hebben we af en toe goed gevonden, vind ik. Ja, in het aanvalspel zagen we veel positiewisselingen. Robin komt dan heel vaak uit de spits. Dan moet iemand anders daar weer komen. Hoe meten jullie dat? Wat is de fijne afstemming daar? Nou ja, we hebben daar veel vrijheid ook van de trainer. Alleen je hebt inderdaad wel een bepaalde discipline. Je moet wel de posities bezet houden. Maar goed, dat is denk ik juist de verrassing. Dat je veel beweegt en veel door elkaar beweegt. Dan wordt het voor een tegenstander alleen maar lastiger. Na een minuut of 20, een half uurtje misschien, wissel je met Ibrahim van positie. Zodat je met links op links en met rechts op rechts komt. Was dat logisch? Ja, nou goed. Ik denk dat het... ze speelt natuurlijk zo defensief. En als je met linkspoot op links en rechtspoot op rechts... dan kan je misschien iets makkelijker tot een voorzet komen. Maar goed, het is altijd een beetje zoeken en een beetje proberen. Ik denk dat het goed is om af en toe ook een keertje zo te proberen. Hoe is het met jou? Ja, wel goed. Je was een aantal keer gevaarlijk, maar de echte kansen dicht bij een goal nog net niet, hè? Nee, nou ja, ik... Nee. Hoeft niet aan jou te liggen, hoor, maar... Nee, nou ja, goed, zitten de wedstrijden af en toe ook tussen... Ik zei al tegen Kees Jansma, ik zei, we bewaren ze nog eventjes.